Goedenavond. Het was 1985. Ik was 11 jaar en ik zat in het laatste jaar van de basisschool toen deze film, deze legendarische film, uitkwam. Back to the Future. Een film die ons allemaal in de ban bracht van het tijdreizen. En trouwens ook vele jonge meisjes zoals ik in de ban van Michael G. Fox, Marty. In de film vindt Dr. Emmett Brown, kortweg Doc, een manier uit om met zijn DeLorean heen en terug in de tijd te reizen. Door middel van de fluxcompensator die loopt op plutonium. En hier kijken Doc en Marty hond Einstein na, die naar 2010 wordt geschoten. En later weer in de film keert Marty 30 jaar terug in de tijd, waar hij werkelijk alle zeilen moet bijzetten om zijn ouders bij elkaar te brengen, zodat hij zelf kan worden geboren. Aan het eind van de film neemt Doc Marty mee naar de toekomst om zijn eigen kinderen te gaan redden. Aan mij is vanavond gevraagd om hier een blik in de toekomst te werpen. Dat doe ik natuurlijk heel erg graag en dat vind ik ook ontzettend leuk, omdat een blik in de toekomst kan helpen om scherper te zien waar we vandaag de dag staan. Omdat het ons helpt om te begrijpen hoe we hier überhaupt terecht zijn gekomen. En omdat het inzicht biedt in hoe we samen vanuit hier ook weer verder kunnen komen. En heel misschien zelfs omdat we eigenlijk alleen maar op deze manier, net als Marty, onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst kunnen redden. Maar eerst, back to today. Het is 18 april 2023 en in deze zaal, in de Rode Hoed, komt een groep mensen bijeen. Ze splitsen zich op in twee groepen, ongeveer zo hier in het midden. Ja, weet u zo ongeveer tot welke groep u behoort? We laten een denkbeeldig scherm neer. De ene groep, deze kant van de zaal, gaat nadenken over de uitdagingen van deze tijd. Ja, dat is een flinke klus, want het zijn er nogal wat. Klimaatverandering, stikstof, woningnood, ongelijkheid, migratie, maatschappelijke onvrede, polarisatie en de bestuurbaarheid van het land. Veel succes. De andere groep, deze kant van de zaal, die beeldt zich in dat ze de inwoners zijn van Nederland in 2050. Nee, jullie beelden het je niet alleen in, jullie leven in 2050. Kleden jullie anders, futuristisch, denken anders, leven in een andere wereld. En ook jullie buigen je over de actuele uitdagingen, de uitdagingen van 2050. Hoe ziet de wereld er dan uit? Wat zien jullie? Is de opwarming van de aarde binnen de perken gebleven? Is de natuur voldoende beschermd? Hebben we de toenemende ongelijkheid goed kunnen tegengaan? Kunnen voorkomen dat polarisatie heeft geleid tot toenemend conflict? Zelf ben ik inmiddels 76. Mijn man ook. Ik zal me waarschijnlijk wat minder kwiek voelen. Maar hopelijk leef ik nog en ben ik in goede gezondheid. Mijn twee dochters die zullen 40'ers zijn en zelf misschien wel kinderen hebben. En hoe optimistisch zullen we dan zijn over hun toekomst en de toekomst van hun leeftijdsgenoten? In wat voor wereld willen wij dat zij op dat moment leven? Hoe stellen we ons dat voor? En hoe kijken we vanuit dat punt in de tijd terug op wat wij hebben gedaan om hen de beste kansen in het leven te geven? Stel, de mensen uit de toekomst, de mensen daar, kunnen de mensen hier aan deze kant van het scherm opdrachten geven om ervoor te zorgen dat hun wereld er goed uitziet. De vraag is, welke opdrachten zouden dat dan zijn? En misschien moeten we, voordat we aan die opdrachten beginnen en die aan onszelf formuleren, eerst even helder zien waar we nu staan. Hoe we hier nu vandaag zijn gekomen. Misschien herkent iemand deze formule. Het is de formule van de meritocratie.
In de jaren 50 schreef Michael Young het satirische boek De opkomst van de meritocratie. Dat woord dat bedacht hij trouwens zelf. Het was de combinatie van het Griekse kratia, wat macht betekent, en het Latijnse meritum, verdiensten. Macht dus voor degene met verdiensten, waarbij verdiensten volgens deze formule dus staat voor IQ plus inzet. Dus geen aristocratie meer, met macht op basis van geboorterecht, of plutocratie, gebaseerd op rijkdom, maar de macht bij de slimste, bij de mensen met de meeste diploma's. Jung schreef in de jaren 50 zijn boek in reactie op een nieuw schoolstelsel. Een schoolstelsel dat werd ingevoerd in Groot-Brittannië en dat heette het tripartite systeem. Vanaf dat moment bestond in het Britse voortgezet onderwijs bestonden er drie verschillende stromingen. Je had de grammar school, de secondary technical school en de secondary modern school. Kinderen deden voortaan op 11-jarige leeftijd een test. En op basis van die test werden ze tot één van die drie type scholen toegelaten. Kinderen met de beste scoren die gingen naar de grammar school. En kinderen met de minst goede scores die gingen naar de secondary modern school. En Jung die was bevreesd en bezorgd over wat dit nieuwe systeem voor maatschappelijke effecten zou bewerkstelligen. En zijn zorgen en zijn kritiek op het systeem die verwerkte hij in een ironische satire. In zijn boek, die zogenaamd is geschreven in het jaar 2033, geeft hij vanuit de toekomst een verontrustende historische analyse van wat er in zijn land is gebeurd sinds de invoering van het tripartite systeem. Dat systeem dat heeft er door de jaren heen gezorgd dat er heel veel onrust en polarisatie in het land is ontstaan. De mensen die zijn toegelaten tot de grammar school, die voelen zich steeds meer verheven. Verheven boven degene die op de twee andere onderwijsniveaus zitten. En zij vinden dat zij op basis van hun onderwijsprestaties meer rechten hebben dan anderen. Het verschil tussen de salaris van hoog- en laagopgeleide is in de loop der jaren steeds groter geworden. En lager opgeleide die voelen zich daardoor vernederd en ze komen in opstand. Ze komen in opstand tegen het feit dat ze geen stem meer hebben en geen positie meer hebben in de politiek en in besluitvormende organen. Ze voelen zich steeds minder vertegenwoordigd. De Labour Party, de Britse PvdA, die is inmiddels ten onder gegaan. En er is een nieuwe partij opgekomen die het wel voor hen opneemt. De Populist. En het boek dat eindigt ineens abrupt. Op de allerlaatste pagina wordt vermeld dat het boek helaas nooit is voltooid, omdat de auteur is omgekomen bij rellen. Inmiddels is het 2023. Het is nog 10 jaar voordat het dystopische wereldbeeld van Jung werkelijkheid is. En laten we eens kijken hoe goed zijn voorspelling eigenlijk is geweest. Allereerst valt op dat ons onderwijssysteem toch eigenlijk wel verdacht veel lijkt op het systeem waar Jung zo tegen ageerde. En dat trouwens inmiddels ook alweer is afgeschaft in Engeland. Ook wij schuiven hier kinderen op jonge leeftijd in verschillende hokjes op basis van een test die ze afleggen. We doen dat alleen niet in 3, maar zelfs in 7 verschillende vakjes. Van praktijkonderwijs tot aan het gymnasium. En zogenaamd kan je tussen al die verschillende vakjes makkelijk wisselen. Maar in de praktijk blijken dat de schotten tussen de verschillende vakjes veel minder doorlaatbaar zijn dan dat we eigenlijk zouden willen. Je zit dus behoorlijk vast in het vakje waar je van jonge leeftijd al bent ingeschoven. En dat is bepalend voor de rest van je leven. De vraag is, hoe eerlijk is dat nou eigenlijk? Dit zijn Anissa en haar opa. Misschien herkent u ze. Een miljoen tv-kijkers die leefden met ze mee in de documentaire serie Klasse. En Anissa, dat is een
razendslim meisje. Ze werkt heel erg hard. Maar het leven, dat maakt het niet makkelijk voor haar. Haar vader die is niet in beeld. En met haar moeder gaat het niet zo goed. Ze woont bij haar opa en oma, die worstelen met geld en met gezondheidsproblemen. Ze zijn afhankelijk van de voedselbank. Opa die is ziek en zij moet heel veel voor hem zorgen. En opa en oma die kunnen ook allebei niet goed lezen, dus Anissa helpt hem bij veel praktische zaken. Haar oom die is onlangs neergestoken bij een ruzie en daardoor slaapt ze slecht. Anissa is een vrolijk meisje, een echte doorzetter en ze heeft ontzettend veel talenten. Maar er speelt zoveel in haar leven dat het soms wat lastig is om zich goed te kunnen concentreren op school. Ze scoorde eerst als de allerbeste van haar klas. Maar haar resultaten die zijn eigenlijk steeds meer verslechterd. In Nederland zijn er duizenden Anissa's. Kinderen die een lastige startpositie hebben en maar weinig tijd van ons krijgen om hun talent te ontwikkelen. Omdat we zo jong ze al in een hokje, in een vakje schuiven. Maar er zijn ook duizenden kinderen voor wie precies het tegenovergestelde geldt. Kinderen die vanuit huis alle ondersteuning en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Waar boeken in huis zijn, genoeg te eten, weinig stress, van wie de ouders de prestaties van de kinderen heel goed in de gaten houden en de best presterende scholen zonder een groot lerarentekort weten te vinden en kunnen compenseren bij elk gebrek dat hun kinderen tegenkomen. En als het dan niet kan worden geboden thuis of op school, dan is er natuurlijk altijd wel een andere manier, een andere route. Zo is de bijlesindustrie de afgelopen jaren enorm verdubbeld. De uitgaven aan bijles zijn in de afgelopen 20 jaar meer dan vertienvoudigd. En ongeveer een kwart van de leerlingen in groep 8 zit tegenwoordig op bijles. Louise Elvers, zij is lector aan de Hogeschool van Amsterdam en directeur van het kenniscentrum Ongelijkheid, die schreef hierover in haar boek, De Bijlesgeneratie, dat de nieuwe elite eigenlijk liever investeert in bijles dan in diamanten. Want het rendement daarvan is veel groter. Bijles, oorspronkelijk bedoeld als een manier om achterstanden weg te werken, is daarmee dus steeds meer een middel geworden om een voorsprong die kinderen al hebben nog verder te vergroten. En dat ouders zich dat kunnen veroorloven en ook kiezen voor bijles, dat is natuurlijk goed te begrijpen. En dat kan je ze ook absoluut niet kwalijk nemen. En we leven namelijk in toenemende mate in een diploma-gedreven samenleving, waarbij de kansen in het leven, kansen op kennis, macht en inkomen, voor een groot deel bepaald worden door het diploma dat je bezit. Hoe hoger je diploma, hoe groter de kans op een baan, op vast werk, daarmee de kans op een goed inkomen, een mooi huis, een paar fijne vakanties per jaar. Maar ook hoe groter de kans op een goede gezondheid. Kinderen in gezinnen met een laag inkomen en een bescheiden opleiding leven gemiddeld zo'n 6 jaar korter, er 15 jaar in minder goede gezondheid. En ook hebben ze minder invloed, minder kans om invloed uit te oefenen op hoe het in onze samenleving gaat en hoe de samenleving zich ontwikkelt. We leven in een diploma-democratie. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de samenstelling van de Tweede Kamer, dan valt op dat meer dan 90% tenminste een hbo-diploma heeft. En dat is zeker niet altijd zo geweest. Tot ver in de 20e eeuw maakten ook lager en middelbaar opgeleiden een groot deel uit van het parlement. Hetzelfde patroon zie je overigens ook terug in mijn eigen beroepsgroep. In 1979 was meer dan 2/3 van de wethouders laag of middelbaar opgeleid. En inmiddels is dat nog maar een kwart. De volksvertegenwoordiging en de beslissende klasse in ons land bestaat dus voornamelijk uit hoogopgeleiden, die zelf ook weer kinderen zijn van hoogopgeleiden. En eigenlijk zou ik hier natuurlijk helemaal niet de termen hoog en laag opgeleid willen en moeten gebruiken. Want het drukt een hiërarchie uit in de samenleving. Het drukt een waardering uit die een giftig effect heeft in onze samenleving. En dat is een verschijnsel dat ik maar al te vaak tegenkom als wethouder. Zoals hier,
bij de première van Generatie VMBO. Het was de première in Tuschinski. En de film was gemaakt door leerlingen van het VMBO, van het Media College in Amsterdam-West. Meester Yassine Jalili zit hem daar rechts op het podium. Die had mij uitgenodigd bij de première aanwezig te zijn. En om na afloop van de première met de leerlingen te praten. Er hing een hele opgewonden stemming in die bioscoop. Het is natuurlijk ook niks spannender dan jezelf op zo'n enorm scherm zien van 5 bij 2 meter. Zeker als je 16 jaar oud bent. De leerlingen die hadden niet verwacht dat de documentaire ook echt in Tuschinski zou worden vertoond. Dat vertelde meester Yassine mij voor aanvang van de film. Hij vertelde dat toen de leerlingen binnenkwamen, ze zeiden: "Wauw, meester, zijn we dit echt waard?" Het slechte imago van het VMBO en het slechte zelfbeeld van de VMBO'ers komt ook in de documentaire aan de orde. En een van de leerlingen vertelt: "Ik heb vrienden die soms tegen mij zeggen, als ik tegen ze vertel dat ik op het VMBO zit, vecht jij veel? Heb jij misschien niet zo goed je best gedaan op school?" De documentaire is goed gelukt. Hij laat precies zien wat meester Yassine beoogde. Wat een ontzettend leuke kinderen het zijn, stuk voor stuk. Maar ik verliet die bioscoop ook met een zwaar gemoed. De manier waarop de kinderen naar zichzelf kijken, als minder, als kinderen die moeten bewijzen dat ze het ook heus wel waard zijn, dat is toch eigenlijk onverdraaglijk. En welke boodschap geven wij dan eigenlijk mee in onze samenleving aan al die VMBO-leerlingen, de helft van onze kinderen? Steven, mijn voorlichter, die zei toen we de bioscoop verlieten: "Er zal denk ik nooit een documentaire worden gemaakt om het imago van het VWO te verbeteren. En waar VWO'ers op die manier over zichzelf praten." Het negatieve imago en het zelfbeeld van het VMBO, dat is niet zomaar toevallig ontstaan. Door de hiërarchische manier waarop wij over het onderwijs praten, benadrukken we steeds wat we als samenleving goed en wat we minder goed vinden. En het is helaas ook niet alleen maar de manier waarop we erover praten, het is ook wat we doen voor kinderen. Want waarom verdienen leraren op het VMBO eigenlijk minder dan op het VWO? Waarom gaan VMBO-kinderen maar 4 jaar naar de middelbare school en VWO'ers 6 jaar? Waarom vragen we van VMBO'ers al op hun 15e of 16e om een beroepsrichting te kiezen, midden in hun puberteit, terwijl VWO'ers daar veel langer over mogen doen? Waarom zijn VMBO-scholen vaker ouder, minder goed onderhouden dan VWO-scholen? Waarom gaan schoolreisjes op het VMBO vaak niet verder dan Antwerpen misschien, terwijl de gymnasiasten naar Rome gaan? Waarom wordt er op de meeste VWO's wel filosofie gegeven en op het VMBO niet? Waarom gaat het vak burgerschap op het VWO meestal over zelfontplooiing? En over het VMBO over normen en waarden, uitgelegd als regels waar je je wel aan hebt te houden. En waarom hebben mbo-geschoolden aan het einde van een studiejaar eigenlijk jaren minder onderwijssubsidie gekregen dan universitair studenten? En moeten ze zelfs een hoger percentage over een studieschuld betalen? De meritocratische nadruk op verdiensten als individuele cognitieve prestatie, die heeft van ons onderwijs een wedstrijd gemaakt. Een oneerlijke wedstrijd die ook leidt tot oneerlijke uitkomsten. Tot een onterecht gevoel van zelfgenoegzaamheid aan de ene kant en een onterecht gevoel van vernedering aan de andere kant. Kijkt u maar even mee naar deze staafdiagram. En kijk naar de verschillen tussen de achtergronden van de kinderen op de verschillende niveaus. Kan je dan nog op basis hiervan beweren dat onze selectiemethodes echt een zuivere uitdrukking zijn van cognitief talent en van inzet? En zelfs als dat zo was, is het dan eerlijk, is het dan verstandig om een hiërarchie aan te brengen in de wijze waarop we mensen van verschillende niveaus behandelen? Kijk, want volgens de meritocratische principes verdient iemand
met een universitair diploma meer dan iemand met een praktisch diploma. Maar als alle praktisch geschoolden vandaag hun werk neerleggen, dan loopt alles onmiddellijk vast. Kijk maar naar wat de stakingen in de vuilnisophaal, de kinderopvang of het streekvervoer teweeg brengen. Als daarentegen alle academische beleidsmedewerkers vandaag hun werk staken, ik vraag me af of we het volgende maand in de gaten hebben. De eenzijdige focus op cognitief talent, die doet geen recht. Geen recht aan de veelheid aan talenten en inzet die we nodig hebben om een goede samenleving te vormen. Het werkt vernederend. Het zorgt voor een kloof in onze samenleving. Het zou natuurlijk niet moeten draaien om verdiensten voor jezelf alleen. Het zou moeten draaien om de bijdrage die je levert aan de samenleving. Maar door de meritocratie wordt ons een gedachtegoed ingeprent dat solidariteit in de weg staat. En Michael Sandel verwoordt dat in zijn boek De Tyrannie van Verdiensten als volgt. Als je gelooft dat succes een keuze is, dan hebben mensen zonder succes dat dus aan zichzelf te wijten. En daarmee leidt meritocratie tot verlies aan solidariteit en het steeds verder uit elkaar drijven van onze samenleving. Het zorgt ervoor dat mensen aan de bovenkant van de meritocratische ladder zich steeds minder bekommeren om degenen die onderaan staan. Want als je echt gelooft dat succes een keuze is, dan hebben mensen aan de onderkant van de ladder dat immers aan zichzelf te wijten. Meritocratie maakt daarmee de samenleving tot een wedstrijd. Een wedstrijd met winnaars en verliezers. En zo drijft ze bevolkingsgroepen verder uit elkaar en polariseert. Volgens Sandel is dit zelfs de reden dat Trump aan de macht kwam in Amerika. Want mensen voelen zich vernederd, voelen zich ongezien. Ze voelen zich niet gezien door een elite die zich arrogant en zelfgenoegzaam opstelt. En vergelijk dan in dat licht de bestorming van het Capitool met de laatste pagina van het boek van Michael Young. In de atlas van Afgehaakt Nederland, waarin Josse de Voogd en René Couperus de impact onderzoeken van maatschappelijke verschillen tussen mensen op hun stemgedrag, zien we ook deze kloof heel duidelijk terug. Hun onderzoek laat zien dat politiek-maatschappelijk onbehagen, of wat we afhaken zouden kunnen noemen, sterk samenhangt met inkomens- en opleidingsniveau. Universitair opgeleiden hebben meer vertrouwen in hun regering en parlement dan praktisch geschoolden. En ook laat de atlas zien dat bepaalde groepen mensen meer kansen krijgen en beter worden gerepresenteerd in politiek en samenleving. En het is veel te simpel om daarbij alleen te wijzen op de verschillen tussen Randstad en regio. Ook in een grote stad als Amsterdam zie je grote verschillen. En ook hier zie je dat hoe verder van het centrum van de macht, hoe verder van de stopra, hoe meer achtergesteld. De atlas die 4 jaar geleden is gepubliceerd, leest daarmee eigenlijk als een voorspelling van de provinciale statenverkiezingen van vorige maand. En ook als een waarschuwing voor de toekomst. Want als wij niks doen aan de ongelijkheid in de samenleving, aan de diepe kloven die het gevolg zijn van de individualistische, meritocratische denken, dan zullen wij steeds dieper in die neerwaartse spiraal terechtkomen. Dan zal het onderlinge wantrouwen in de samenleving toenemen en zullen we steeds meer moeite krijgen om de grote vraagstukken van deze tijd met elkaar samen op te lossen. Hoe we de natuur redden, hoe we de opwarming van de aarde tegengaan, de grote tekorten in de publieke sector opvullen, een humaan en houdbaar migratiebeleid voeren, de woningnood stoppen en de bestaanszekerheid van mensen verbeteren. En dat, lieve mensen, dat brengt ons bij waarom we hier vanavond bij elkaar zijn. Het jaar 2050, over 27 jaar. In wat voor wereld willen wij dan leven?
hoe willen we dat onze kinderen, onze kleinkinderen, dan opgroeien? En om daarachter te komen, helpt het dus om je voor te stellen hoe de wereld er in 2050 uit zou kunnen zien. En hoe fantastisch zou het zijn om, net als Dr. Emmett Brown en Marty, echt een kijkje in die toekomst te kunnen nemen? Of zouden we ons dan een ongeluk schrikken? Erachter komen dat we de boel volledig uit de hand hebben laten lopen. Niet in staat zijn geweest de problemen aan te pakken. Rutte nog steeds aan de macht is. Inmiddels met zijn 11e kabinet. Ik begon mijn verhaal vanavond met dat neerlaten van dat denkbeeldige scherm in de zaal. En dat leek misschien best wel een beetje een vreemd experiment. Maar het is eigenlijk een methode die vaker wordt toegepast in burgerberaden. Het heet Future Design en het is bedacht in Japan. Twee groepen denken na over hoe het beleid eruit zou moeten zien. De ene groep vanuit het nu, de tweede vanuit de toekomst. En in Japan nemen ze dat uiterst serieus. En de tweede groep die kleedt zichzelf in futuristische gewaden. En dat werkt in eerste instantie een beetje op de lachspieren. Maar de resultaten zijn echt verbluffend. Het leidt tot nieuwe inzichten, tot andere keuzes voor wat nu nodig is. Want het blijkt dat de toekomstgroep radicalere, progressievere keuzes durft te maken. Het toekomstdenken zorgt ervoor dat we verder durven denken. Meer vanuit hoe we willen leven dan vanuit hoe het nu eenmaal is. Het doorbreekt de verlamming en het stelt gevestigde belangen ter discussie. Het verbindt ons in de gezamenlijke opdracht die we hebben voor de generaties na ons. De methode wordt in Japan vooral toegepast op klimaat- en gezondheidsvraagstukken, maar het kan natuurlijk veel breder worden ingezet. En welke opdracht zou de toekomstgroep hebben om ons huidige individualistische, meritocratische denken te doorbreken? Ik kan mij zo voorstellen dat die opdracht heel erg helder is. Maak keuzes die gericht zijn op een betere toekomst. Als we in 2050 willen leven in die eerlijke, rechtvaardige samenleving, dan moeten we van het individuele belang naar het collectieve belang. Van een nadruk op individueel succes naar gezamenlijk succes. Van een kansrijk leven voor sommigen naar een kansrijk leven voor iedereen. Naar een socialere, naar een democratischer wereld. En een belangrijke taak is daarvoor neergelegd bij het onderwijs. Laten we in het onderwijs meer gaan kijken naar wat je wel goed kan, in plaats van wat je minder goed lukt. En laten we kinderen meer tijd geven. Tijd om hun talent te ontwikkelen, in plaats van op jonge leeftijd talenten verkwisten en jongeren door prestatiedruk steeds maar meer stress aan te jagen. Laten we radicaal investeren in goede leraren en kwalitatief goed onderwijs. Zodat onderwijs overal waar je naar school gaat goed op orde is. En ouders niet meer hoeven aan te kloppen bij privaat onderwijs of bij bijlesbureaus. Met alle gevolgen van de onderwijskwaliteit van dien. En laten we al het onderwijs gratis maken. Inclusief alle leermiddelen. Een leven lang. Zodat iedereen zich kan blijven ontwikkelen. Ook op latere leeftijd. Want we willen niet dat ontwikkeling stil komt te staan. Zeker niet als iedereen straks, en het gaat echt gebeuren, tot na zijn 70ste blijft werken. En laten we stoppen met termen als hoog en laag opgeleid, maar waardering hebben voor alle opleidingen die bijdragen aan een betere samenleving. Het is een diep geworteld misverstand om te denken dat kansengelijkheid alleen maar gaat om de meritocratische ladder nog verder te kunnen beklimmen. Ongeacht je afkomst. Kansengelijkheid moet gaan om een gelijke kans op waardering, op een goed bestaan, ongeacht de aard van je talent. En alleen op deze manier kan het onderwijs weer echt een gelijkmaker worden, mensen samenbrengen. Uiteraard kan het onderwijs het niet alleen. Er zal echt nog veel meer moeten gebeuren. Door gratis goede kinderopvang bijvoorbeeld. Door gratis goede kinderopvang voor iedereen voorkomen we dat er te veel achterstand ontstaat op jonge leeftijd. We moeten investeren in bestaanszekerheid,
We moeten armoede tegengaan, want dat belemmert mensen om zichzelf te ontplooien. We moeten investeren in de publieke sector, want op te veel plekken kunnen mensen niet meer rekenen op goede thuiszorg, op goed openbaar vervoer of een aanspreekbare wijkagent. En we zullen weer terug moeten van woningmarkt naar volkshuisvesting. Want een betaalbaar dak boven je hoofd, dat is een grondrecht. En het feit dat er inmiddels 100.000 daklozen zijn in dit land, dat is een schande. De overheid moet gaan werken vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen. Mensen die afhankelijk zijn van de overheidssteun, die doen dat echt niet voor hun lol. Ze hebben onze steun nodig. En daar hoeven ze zich niet voortdurend schuldig over te voelen. Ze moeten niet voortdurend in angst hoeven leven dat ze de steun weer verliezen als ze daar maar het geringste foutje voor maken. En we moeten ongelijk gaan investeren voor gelijke kansen. Meer empathie gaan tonen en ons verplaatsen in andere leefwerelden. Achterstanden ontstaan als de aandacht van de machthebbers zich vooral concentreert op wat zij zelf ervaren vanuit hun eigen geprivilegeerde positie. Kijk maar naar wat de gedupeerden van de gaswinning in Groningen is overkomen. En de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Maar kijk ook naar de achterstanden dichter bij huis, zoals in Amsterdam, Zuidoost, Nieuw-West en Noord. Een goed bestuur is als een goede leraar. Het oog voor het geheel, je helpt iedereen vooruit en je geeft extra steun aan wie meer nodig heeft. Maar de afgelopen jaren hebben we ons uit elkaar laten spelen. We hebben de samenleving een wedstrijd laten worden, waar de een zich een winnaar voelt en de ander een verliezer. Het motto van het kabinet Den Uyl in de jaren 70, het enige progressieve kabinet dat Nederland ooit heeft gekend, was spreiding van kennis, macht en inkomen. Het was een tijd waarin de bevrijding van het individu uit de beklemming van de zuilen en de sociaal-economische klasse centraal stond. Maar sindsdien lijken er weer nieuwe zuilen en klassen te zijn ontstaan, hiërarchisch geordend, op basis van opleiding waartussen kennis, macht en inkomen verre van eerlijk zijn verdeeld. En om dat te doorbreken, dan moeten we af van het idee dat succes een keuze is. En opnieuw beter beseffen dat het in hoge mate het gevolg is van puur toeval, van geluk. Het geluk dat je met een goed stel hersens bent geboren, dat je gezond bent, dat je in staat bent om je in te zetten. En het geluk dat je geboren bent in een omgeving die je de mogelijkheden heeft geboden en je vooruit helpt. Het had zomaar anders kunnen zijn. Als we beseffen dat succes voor een groot deel afhankelijk is van geluk en toeval, zullen we ook een ander meer gunnen. Bereid zijn onze welvaart eerlijker samen te delen en samen tot oplossingen te komen voor de hele grote problemen waar we inmiddels voor staan. Mij drijft de hoop. De hoop dat we daartoe met elkaar in staat zullen zijn. Zoals Vaclav Havel al zei, hoop is nooit de garantie dat wat je wil bereiken ook werkelijkheid wordt. Het is geen prognose. Het is het geloof dat het waard is. Waard om voor te vechten. Want niets is meer waard dan de toekomst van onze kinderen. Doc en Marty wisten dat. U en ik weten dat ook. Dank u wel.